Yo, dames en heren, mijn naam is Knijper Meneer! En welkom bij een nieuwe Minecraft Survival! Oké, okay, uh, genoeg uh, rarigheid, laten wij maar gewoon even spelletjes gaan spelen. Dat lijkt me een uitstekend plan. Ik heb even mijn inventory geschoond. En toen zag ik opeens: shit, die taart! De taart! Ik was de taart vergeten te geven aan Tom, de vorige aflevering. Dus bij deze ga ik hem alsnog eventjes in zijn huis plaatsen. Zodat hij alsnog even de taart in ontvangst mag nemen. Want het is natuurlijk pittig treurig als je een deelnemer bent. Of eigenlijk een inwoner. En je hebt vervolgens geen taart. Dus Tom, bij deze, klabam, je taart staat op de crafting table. Uitstekend, dan ben ik ook gelijk van die schuld af. Oké, okay, laten wij verder gaan met ons plan. Want ik had een plan in mijn hoofd. En het plan is daadwerkelijk gaan naar de nether. En even wat kwart halen. Want ik kreeg, zoveel, ik kreeg, ik kreeg reacties naar nou, reacties van Don, ga naar de nether. En ik zat in eerste instantie, ja maar waarom? Waarom? En toen zat ik van, nou ja. Die nether kan ik uiteindelijk gewoon mooi gebruiken om mijn huis mooi te decoraten. Mooi te maken, oké? Okay? Mooi te maken. Dus uh, ik stel voor dat wij dat gaan doen. Wat? We need to go deep? Ik was toch al eens in de nether geweest? Of ben ik nou helemaal mal? Ik ben hier toch wel eens al geweest? Ja, hey nether quartz. Kijk, het ligt al gelijk voor onze voeten. En dat is mooi. En eigenlijk moet ik dan ook weer een... Want ik krijg nu echt dik veel experience weer binnen. Want ik ben echt al level 7. Pot verdikken, maar daar schrok ik even van. weer. dat niet meer doen? Ik ben, ik ben nu helemaal mijn draad kwijt. Fucking lava, dat krijg je ervan, hè? Nee, um, omdat ik dus hoog level ben, is het misschien ook handig als ik een enchanting table maak, zodat ik mijn shit kan enchanten. Want dat is eigenlijk best wel nodig. Het is gewoon best wel handig, weet je, want ik ben nu level 38 gegarandeerd. Als ik nou, hier nog gewoon nog even zit rond te kutten in deze neder uh, ding, dat ik uh, level 40 word. Om het zo grofweg maar even te zeggen. Hè? Weet je, ik wil gewoon level 40. Dus dan is het wel handig als ik... Wow, er zit hier veel. Als ik dus ook nog een enchanting table heb. Dus ik moet ook weer even kijken hoe ik dat ook weer maak. Maar gegarandeerd er obsidian, diamond... Volgens mij iets met redstone uit mijn hoofd. Dat moet tenminste allemaal van te pas komen. Maar dat gaat ons wel lukken. Dat gaat ons wel lukken. Het is ons... Eigenlijk nog best wel goed gelukt. Om uh, burgemeester te zijn van een, uh, van een dorpje. Of uh, ja eigenlijk uh, ja, een dorpje is het tot nu toe gewoon. En uh, dan kunnen wij dit ook wel. Een enchanting table dat gaat ons wel lukken. Dat is niet zo moeilijk. En, uh, en als ik het niet weet dan is er nog altijd Google. Dus dat is fijn. Het is fijn om te weten dat Google er ook gewoon nog altijd voor je is. Ik bedoel al zit je met verdriet of wat dan ook. Google is er altijd voor je. Google is je beste vriend. En daarom wil ik ook zelf niet als Google behandeld worden. Want dat is pittig treurig. Want dat heb ik wel eens. Mensen komen af en toe echt met vragen naar me toe van... Oh, what the fuck, dat is zo'n ding. Um, hoe versloeg je die ook weer? Gewoon letterlijk zijn vlammetje terugslaan, toch? Hallo vriend. Zullen we dat eens proberen? Gewoon voor YOLO shizzle's sake. Oké, dan moet ik wel even een trappetje terugmaken. Zo. Ja, oké. Okay, dat ik tenminste weer bij mijn nether portal terug kan komen. Neem ik even een Lekker Lekkere watermelon. Gegroet, ghost. Ik wil jou terugmappen. Haha. Even kijken of dit werkt, hoor. Oh, het werkt wel, enigszins. Nice. Wow. Die was wel erg close, man. Nog een keer. Home run. Komt ie. Home run. Wow, ik miste. Shit. Next. Huh. Ah, ik mis. Next. Hozo. Home run. Fucking bitch. Home run. Ah, man. Oké, okay, nog, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dit is leuk. Dit is een leuk spelletje met de guest. Come on. Ho ho. Shit, dit is moeilijk. Ik dacht, dit is nog best makkelijk. Maar het valt nog pittig tegen, moet ik zeggen. Oké, okay, komt u. Ah, man. Ho ho. Oké, okay, dat doet zeer. Hazo. Oké, okay, dat doet. Oké, okay, nu doet het heel erg zeer. Oh, mijn god, nee. Ik ben niet voorbereid op vlammen. Ik ben niet voorbereid op vlammen. Help. Help. Oké, okay, nu zit hij heel vervelend gewoon constant op me te schieten. Blijf gewoon in beweging. Zodat wij wat HP terugkrijgen. Na, 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 na. Zo. Oeh, dat was me toch wel even een pittig potje honkbal. Hij blijft me schieten. Stop daarmee. Als hij raak gaat, hè. Oh. Zo so close. Zo so close. Oké, okay, gooi ze maar, bitch. Ah, Oh, die was meer. Oh, wa wat? Oké, okay, die had een beetje delay. Maakt niet uit. Wow, die gaat door het plafond heen. And the crowd goes wild. Oh, even vlammetjes uitslaan. Stel dat ik uh, erin ga staan. Dat is niet allemaal de bedoeling, weet je. Oh, spuugjes er niet meer. Nou, prima. Dan ga ik even wat anders doen. Nou, dat was wel even leuk. Dat, uh, dat kunnen we vaker doen. Gewoon even lekker uh, honkballen met, uh, met, uh, met dat uh, blopje ding. Een guest was het toch? Nou, het doet er ook eigenlijk helemaal niet aan toe. Vriend! Ik wil nog een potje spelen. Als je het niet erg vindt. Ik wil je graag. Uh, want volgens mij is het dat je hem echt kan killen. Als je hem gewoon echt direct terugmap op zijn oog. Oh shit, daar komt hij. Oh shit, daar komt hij. Vriend! Hozo. Ja, die was, die was wel erg scheef. Next! Strike! Auw. Dat hij, die deed zeer. Next. Kom op, volgende. Nu, nou. Hij is zo vervelend. Af en toe wil hij spelen, maar af en toe ook gewoon weer niet. Klootzak. Echt een klootzak. Hopelijk is mijn gear niet stuk. Ah, bijna. Het wordt dan even tijd dat we nieuwe gear gaan maken. Het wordt dan even tijd nieuwe gear gaan maken. Lekker zo'n accent eroverheen gooien. Ja toch. Oké. Okay. Nogmaals, gooi maar. Gooi maar gewoon. Fuck it. YOLO. Huzzah! Auw. Oké. Okay. Nou ja. Terug. Nou, nu zijn we level 40 en we hebben pittig wat quartz. We hebben niet al te veel, maar ja, er zit nog genoeg hier. Ik stel voor dat we nu gewoon even teruggaan. En gaan we even kijken hoe wij een. Mm, enchantment table moeten maken. En met die enchantment table gaan wij dan groot veel plezier hebben. Want uh, dat is wat wij doen. Veel plezier hebben. Uiteraard, tuurlijk. Waarom niet? Ah, deze pak ik dan ook nog even mee. Omdat hij er zo vo vo mooi voor me lag, weet je. Vriend, kom je met mij mee? Oké, okay, volgt u mij. zo deze kant op, vriend. Ah, oh, hij blijft achter. Tot ziens, vriend, tot de volgende keer. Nou, we zijn weer teruggekeerd in de normale wereld. Uitstekend, dat is toch mooi. Dat is toch mooi? Oké, okay, eens even kijken. Hoe maak je deze kwee? Ja, het was wel zo. Hep, dan hebben we mooi veel blokjes. Nou, mooi veel. Het zijn er maar 23. Maar fuck dat even. Dat oh, even terzijde. Hep, deur dicht. Was er hier? Ja, ik ken hier wel. Kan hier wel. Mooi. Of eigenlijk moet ik een nieuwe kist maken met nether shit. Maar dat, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Een enchantment table. We hebben obsidian nodig. Obsidian, waar had ik mijn obsidian ook alweer opgeslagen? Of die heb ik niet meer? Dat ik ze die allemaal heb gebruikt voor die nether portal. Dat kan natuurlijk ook. Wat ons dan. Uh, Oké, okay. nee, wacht, dan moet ik mijn mine in. Dat was het. In mijn mine had ik relatief wat. En dan neem ik voor de zekerheid ook maar even een emmer water mee. Yep, emmertje. Uh, Vijf, zo. Ja. Even emmertje water pakken. En dan gaan wij de grot in. Om dus op zoek te gaan naar. Extra obsidian. Oh joh. Je gaat er helemaal bij zwemmen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Als je een emmer water moet halen. moet je niet in het water vallen. Oh, dat heb ik vroeger wel eens gehad, hè. Dan, eh. Uh, nou, ik moest niet per se een uh, emmer water halen. Oh, hier is ook nog best veel. Nou, doet er niet aan toe. Nee, maar dan moest ik, eh. Uh, ik, ik moest. Nee, ik moest mijn bal uit het water halen. En wij dus, zeg maar, zo'n surfplank. Hadden we gewoon hier in de sloot liggen. En dan, nou. Uh, Vanzelfsprekend gebruik je dus die surfplank. om dus je bal te halen. Aangezien, aangezien die in het water ligt. En op een goed moment. onze bal ging weer eens het water. Het was mijn beurt om het uit het water te halen. want daarvoor had iemand anders er mij al een keer uitgehaald. of uh, alle anderen hadden die eruit gehaald. Dus ditmaal was het mijn beurt om het uit het water te halen. Dus wat dus gebeurt. ik geef die bal een map met mijn stok. van yo, uh, ga daar naartoe. Met als gevolg dat ik mijn balans verlies. En op een gegeven moment ook mijn manier van praten. En ik flikker toch in het water. En dat was. Oh, zo zonde, joh. Oh, zo zonde. Uh, ja. Uh, ter terug. Terug. Ik, ik hoef geen lava. Ik wil alleen Obsidian. Ik ben alleen geïnteresseerd in Obsidian. Dat is het enige wat ik wil. Alleen ik vraag me af hoeveel ik nodig had. Volgens mij, kijk, okay, als ik oh my god, daar viel ik toch bijna in. Ah, daar was ik bijna dood. God, maar daardoor verlies ik wel een obsidian. Weet je hoe lang het duurt om deze shit te graven? God, god, gods, gods kanonnen. oké, okay, we hebben de weg. Weer... Dat werd even heet onder de voeten. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. wat hebben we hier? Zit hier lava bij? Ja. Zit hier lava? Nee. Oké, okay, dus deze zou gratis moeten zijn. Deze zou gratis moeten zijn. Oké, okay, maar ik zat nog even op het punt om te rekenen van hoeveel shit dat... Uh... Oké, okay, nice. Dat is er weer één. Even kijken. 1, 2, 3... 4, 5... Volgens mij heb ik er 5 nodig. Of meer. Maar ik denk 5. Ik moet het nog even nakijken. Maar ik gok uit mijn hoofd 5. Oké, okay, eens even kijken. Op stromend krijg je cobblestone. Dus ik moet stilstaand lava hebben. Mm, op zich, achter mijn huisje zit ook nog een lavaplasje. Die zou ja, die, die moeten we maar gebruiken. Want voor de rest is het volgens mij hier alleen maar. Oh, dan pak ik gewoon echt letterlijk de verkeerde. Want hier zit nog best veel lava achter, geloof ik. Eh. 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 Maar waar is het plasje? Ik moet het plasje zien te vinden. Want al, al stroomt het, dan krijg je cobblestone. En dat willen we niet. Hier, fuck af. Fuck af. Zo. We moeten dus boven het plasje uitzien te komen. En dan kunnen wij lava halen. Is dat hier? Of is het meer naar beneden? Come on, lava, waar ben je opeens? Net was je de hele tijd en nu opeens niet meer. Lava is een arrogante klootzak. Oké, okay. hier dan. Hier, hier, hier. Haha, gevind. Uitstekend. Dus dit kan allemaal obsidian worden. Uitstekend. Wow, dit is nog best veel hier. Oké, okay, maar laten we maar gewoon kleinschalig beginnen. Hup, knallen we tegenaan. En obsidian. Wow, donker. Oké. Okay. Nou, dit is allemaal obsidian. Dat is toch mooi? Dan nemen we gewoon alles mee. En dan kunnen we zeker weten wel een enchantment table van maken. Ook al is het 5, ook al is het 9, ook al is het 36. Oh, er zit hier nog lava onder. Hup, water eroverheen. Blust die shit, nigga. Oké, okay, hopelijk valt deze niet in het lava. Dat zou heel erg zonde zijn. En daarna moet ik even googlen. Want ik weet niet meer hoe je een enchantment table maakt. Oké, okay, wacht. Ik moet... Noem me een amateur, maar enchantment table. Ik bedoel, ik spendeer niet jaren en dagen. Oh, ik had er maar vier nodig. En twee diamonds en een boek. Oh shit, nu wordt het... Oké, okay. nou, prima. Dan hebben we er voorlopig eventjes genoeg. Dan gaan we terugkeren. En dan gaan we even kijken hoe je ook weer een boek maakt. En ik geloofde dat, dat met leather was. Sugar, of nee, die sugar canes maak je in paper. Leather om de paper heen. En dan heb je een boek. Zoiets was het. Iets in die geest. Dus haast ons terug. Naar het stilpje. Want daar zullen wij koeien vinden. Daar zullen wij van alles vinden. Dus misschien is het het idee om eerst die koeien dan te voort voortlaten te planten. En dan te gaan hakken. Of eigenlijk daarna. Ik weet het niet. Doet er niet echt aan toe in welke volgorde ik het uh, doe eigenlijk. Maar ik weet wel even wat watermelon. Dat is wel één ding wat zeker is gewoon. Doe de deur open. Uitstekend. Oké, okay, hoeveel koeien heb ik? Al oh, genoeg. Eens dus even kijken. Hoe... Ik weet niet exact hoeveel leer ik nodig heb, maar um, ik ga maar gewoon aan de bak en ik hoop dat ik wat leer eruit krijg. Volgende koe. Volgende koe. Oké, okay, dat is twee. Ik heb er. Wat ik voor de zekerheid, maar gewoon iets van zes doen of zo. Ik denk dat zes prima, prima is. Nou, kijk eens aan. Hier, jongens, omdat jullie zo goed zijn geweest, mogen jullie voortplanten, mogen jullie een heel leuk leven leiden. Zo. Want ik zal jullie misschien weer nodig hebben om te slachten. <laughs> maar ja, dat hebben jullie niet gehoord. Dat, uh, dat hebben jullie niet gehoord. Want anders gaan jullie zo depressief naar het leven kijken en dat wil ik niet. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Oké, okay, dus we hebben de sugar canes. En volgens mij... Ja, 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 ja. Dat zijn de papers. Oké, okay, hoe maak je... Uh, boek? Of was het... Zo. Haha, een boek. Oké. Okay. Ik, ik, ik moet nog twee diamonds hebben. Ik heb één diamond. Kwak, 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 kwak. Nou, dus nu moeten we weer op zoek naar... God... Oké, okay. dus ik zet de voorbereidingsspullen zet ik hier maar even neer, zo. Prima. Oh, dan heb ik nog één diamond nodig. Ja, oh, dat is echt vervelend. Oké. Okay. <laughs> Op zoek naar de ene diamant. I've never seen a diamond in the flesh. Ik heb nog nooit een diamond in het echt gezien. Ik zie heel veel mensen met diamonds en ik heb ze niet. Ik loop hier in mijn eieren. Nee, dit is geen parodie. Het lijkt maar zo. Ik zit op elf jaar. Ik ben op zoek naar diamonds en kan ze niet vinden. Ik kan niet rijmen, want swag, yolo, swag, swag. Ik heb geen diamonds. Want dat is heel erg treurig. Laat ik ze hier gewoon afslaan. Fuck it, gewoon deze kant op. Dat was echt impulsief gewoon. Talk about impulsief. Nou, dit was echt de puurste vorm ervan hoor. De puurste vorm ervan. En als we in de aankomende twee minuten geen diamonds kunnen vinden. Ik weet, ik weet hoe lang. Uh, of, ik, ik hou een timer bij. Als we in de aankomende twee minuten geen diamond gaan vinden. Dan, uh, dan, uh, ja, dan is het erg treurig. Dan, uh, dan maar niet. Ja, er zit die vet van redstone, maar dat laat ik gewoon even zitten. Want ik heb het nog niet nodig. Voor zover ik weet heb ik het nog niet nodig. Misschien dat er in de toekomst wel eens iets zit van... Yo, Don, um, wil je dat en dat en dat en dat maken? Maar daar heb je redstone voor nodig, dus... Yo, maak het. Misschien kan ik een hele railway neerzetten in dit grote stelsel. Maar, uh, I don't know. Moet ik nog even over nadenken. We hebben in ieder geval gold gevonden. Yippie. Gold. Oh, nog meer gold. Oké, okay, wat fijn. Dat is heel erg fijn dat er heel wat gold is. Ah, oh, fucking gold. En kool. Nou, op zich, we hebben nog heel wat kool, Maar ik pak wel even wat mee. Ik bedoel, nu we er toch zijn, weet je. Nu we er toch zijn. Ik weet het. Dit gaat allemaal van die ene twee minuten af. Maar fuck it. Dat is mijn keuze. Iron. Yippie. Heb ik ook niet genoeg van of zo... Maakt niet uit. Het is altijd mooi meegenomen. We pakken alles graag mee. Alles meepakken. Want wij zijn dankbaar. Ah, oh, diamonds. Ah, oh, dat voelde goed. Dat voelde heel goed. Dus dan kunnen we in ieder geval nog de enchantment table maken. Deze aflevering. Ah. Oh. Ah. Oh. Het gevoel van voldoening steegt in mij op. Ah. Oh. Van productiviteit, van voldoening, van Swagger YOLO. Swagger YOLO heeft er niks mee te maken, maar het voelt goed dat we het hebben. Ik ben er blij mee. Blij om. Blij van. Blij mee. Blij mee, man. Blij, meneer. Blij, mannen, man. Mannen, man. Ja. Yeah. Mag ik, uh, wanneer krijg ik mijn kroon voor? Gewoon. Beste stom. Of beste stom. Of stomste luller, luller van 2014. Daarvoor wil ik gewoon echt bekroond worden. Volgens mij ben ik daar best in geslaagd. Alhoewel. Rick van Serpent Gameplay, die kan ook af en toe echt flink stom lullen. Maar. Daarom houden wij ook van hem. Oké, okay, dus we hadden twee diamond nodig. Dus 1, 2. En zo. En een boek. En volgens mij was dat het. Oké, okay, dus. Tik, 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 tik. Diamond, diamond. Boek. Enchantment Table. We hebben hem. uit. Right. Oké, okay, cool. Nice. Shit, nu besef ik opeens dat ik echt. Oh god, daar heb ik echt vet veel boeken voor nodig. En vet veel koeien en shit. Dat gaat heel lang duren voordat dat allemaal in orde is. Maar wij hebben in ieder geval de enchantment table. Dus wij zijn geslaagd voor deze aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je een leuke video? Mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug. Bij de volgende Minecraft Survival. Tot de volgende keer.